extra lang op school blijven, daar kiezen de kinderen van IKC Borgman in de Oosterparkwijk voor. Dit vanwege het nieuwe project Verlengde Schooldagen. Hierbij kunnen kinderen gratis deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, tekenen en koken. Het doel van dit project is dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wethouder Carine Bloemhof nam vandaag een kijkje. Kinderen kunnen naar school koken of kunnen kunst volgen of kunnen muziekles krijgen of kunnen sporten. En dat is heel belangrijk, dat elk kind dezelfde kans kan krijgen in het leven. 60 kinderen doen mee en ze kunnen inderdaad zelf een keus maken elke middag wat ze gaan doen. En de meiden die hier vandaag waren, ja, die kiezen voor kunst en voor koken. En er zullen ongetwijfeld ook anderen zijn die dan het weer leuker vinden om techniek te doen op de maandag. Een van die meiden is Raisa. Zij neemt deel aan twee activiteiten. Koken en tekenen. En welke van de twee vind jij het leukst? Koken. En waarom koken? Omdat ik vind koken gezelliger en het is leuker. Volgens Bloemhof is dit de perfecte combinatie tussen educatie en ontspanning. Je ziet dus dat kinderen talenten ontdekken, creatief bezig zijn. Maar ook doordat je dit 's middags aanbiedt, kun je overdag nog meer tijd overhouden voor taal, rekenen, schrijven. Wat heel veel kinderen in Groningen ook heel hard nodig hebben. Dus het is en-en. Ik vind het leuk omdat ik meer dingen met mijn vrienden kan doen. En je kan nieuwe dingen leren en je leert nieuwe mensen kennen. Het door de gemeente gefinancierde project wordt in de toekomst op meerdere basisscholen ingevoerd. Het is al ingevoerd op het Karrepad in de Korrewegwijk en de scholen in Paddepoel en Selwert. En we gaan vanaf volgend schooljaar ook starten in Bijen en Leeuwborg. En dat is ontzettend mooie ontwikkeling, omdat je elk kind deze kans gunt.